Hoe is het met jou? Ja. Hoor je nu hier? Ja, alles goed? Ja, ik zat net te kijken, de Lupinehof. Ja, dat is een lang verleden tijd, hè? Ja, ja. Dan ga je naar de carnaval toe. Is het carnaval ervoor? Ja. Ja? Dat is niet mijn ding trouwens. Nee? Ja, ik hou er ook niet meer van. Zo. Op de markt hier? Ja. Nee, de eerste straat rechts. De eerste straat rechts zijn de winkels open. Ja. Ja, maar zo. Kom, net kom je vanaf nou? Of in de winkel? Ja? Ja, de Kwaldi. Ah, de Kwaldi! Dus je woont niet meer in Groot Genoeg? Nee, nee. Ik was toch leuk wonen? Alsjeblieft. Ja, ik woon nou hier in Plunderheuvel wonen. Ja. Dat bevalt goed? Ja, joh, het gaat wel. Het gaat. Ja. Ja. En nog altijd op zoek naar spulletjes? Nee. Nee? Ik heb veel fietsen en daar geef ik mijn geld aan uit. Maar, aan het fietsen? Opknappen? Nee, rijden. Rijden? Dan een tijdje mee rijden en dan slopen, weggooien. Ja, ja. Want handelen dat kan niet. Nee? Geen problemen. Ja, ja. En hoezo dat? Ik kom op alle kampjes, maar een van die kampmannen die dus een fietser deed, is door de UWV aangepakt. Door de UWV aangepakt? Ja, het gedeelte kan uitkeren, het gedeelte werkt hij. Maar het gedeelte wat je dus niet werkt, dat moet je verantwoorden. Ja, ja, ja. €1000 boete. En, ja. Zwaar achtervolgd dat hij het oud ijzer ging inleveren. Ja, 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 ja. De man doet niemand kwaad, is in de 60. Ja. En dat pakken ze dan aan. Ja, ja, ja. Erg, hè? Ja. En die goede tijd van ons, die is gedaan, hè? Langs de Veulens, hè? Dat is jammer, hè? Ja, de wereld verandert heel erg. Want ik las vanmorgen dat er vorig jaar bijna 300.000 bejaarden... Ja. Kijk, we worden ook ouder. Ja, ja. Die zijn het slachtoffer van berovingen, oplichting, mishandeling. Ja. En de grootste groep die dat pleegt, die heette niet Klaas of Koos. Ja, ja. Dus, ja, ja, ja. Dat gaat helemaal naar de verloedering, dat hele Europa. Ja, 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 ja. En dit is februari, dat is Black Achievement Month. Ja. En ik heb gekeken, maar er was een Engelsman in 1912, die heeft het stoplicht uitgevonden. Was een politieagent. En nu wordt gezegd van dat een zwarte man dat heeft gedaan. Ja, ja, ja. De hele geschiedenis wordt veranderd, wordt vervals. Het is General Lee uit de Dukes of Hazzard, dat mag ook niet meer. Ja. De nieuwste films met vikingen spelen zwarte mannen een rol in. Ja, ja, ja. Queen Victoria, de nieuwe film, is een zwarte vrouw. Ja, ja. Jeanne d'Arc is nu een zwarte vrouw. Ja. Robin Hood is een zwarte man. Ja. En James Bond, ja, die nu uitkomt, maar die daarna, wordt ook een zwarte man. Ja, wat is daar de bedoeling van? Blanken zijn schuld aan alles wat slecht is in de wereld. Ah zo, ja. Maar dat wij penicilline hebben uitgevonden, de microscoop, en de EEG en de ECG, wat ook zwarte levens gaat, dat wordt vergeten. Ja, dat de jazzmuziek zonder blanken niet zou bestaan, geen trompet, geen saxofoon, geen opnameapparatuur, geen cd's, geen dvd's, dat wordt voor het gemak ook vergeten. Ja, 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 ja. Dus het wordt allemaal heel anders. Ja. Maar ik moet verder gaan, jongen. Ik heb diepvries gedoe bij me. Ik zie je. Ja. Diepvries te doen. Nee, ik heb diepvries spul bij me. Ah, doe een lekker happetje. Ja, ik moet nog naar Beka. Ja, we zien elkaar, hè? Ja, Stefan, tot ziens. Ja, jij ook, hè? Hoi. Hoi.